Vorige thuiswedstrijd hebben we lang moeten wachten op de eerste scorers. Aan de kant van Aris duurde 2,5 minuut hier de eerste score in de wedstrijd. Steunpilaar, dan doet hij het maar. Fino dus. Maar simpel balletje van Delalieu. Poging van heel ver. Met nummer 15, de 37-jarige routinier Clifford Hammonds. En met nummer 20, de topschutter, Alex Stijn. Keel. Hij is een van de jongere spelers in de Belgische selectie met zijn 23 jaar. En daar vanaf dan, het is ontluisterend. De eerste 4 minuten om meer dan 10 punten voorsprong voor de Belgen. Laat er geen gras over groeien. Weer Miles Keel met een 3 punten. En daar diezelfde Tom Keijsens die het nu wel afmaakt. In alles troeven de Belgen Aris af. Ja, Miles Keel, kinderlijk eenvoudig. Caleb Warner, nummer 15 dus, die hier druk gaat zetten op Cameron Ross, een landgenoot. Warner onderschept door Maxime de Zeeuw en die maakt het af. De nationale kampioenschappen verloor Leiden van Heroes Den Bosch. 13-25. Ja, slim gezien hoor. Ross op Koeber. Oh, uitstekend. Geblokt door Maxime de Zeeuw. Om in de wedstrijd te blijven. Cameron Ross, die is snel, atletisch en Vino weer niet kunnen dunken. En dan is het Miles Keel die afmaakt aan de andere kant. Van alle markten thuis, Reine Brandma halverwege het tweede kwart, 25-37. Het publiek hier in Koverdijk scandeert defense, maar als Ubo Limburg nog echt een van betekenis wil zijn, hadden ze tegen Leiden moeten winnen. En misschien die uitwedstrijd bij Donar ook wel. Paulson, oh, paas tussendoor is doorzien. Om er nog een wedstrijd van te maken. Voor het moraal, voor de flow. Nu verdedigen. Dan heb je altijd nog Miles Keel. Qua 3 punten vandaag. Beginnen ze nu te vallen, ja. En als ze vallen, Wout Leemans. Er werd even een blok gezet voor de Russo. Ja, dan is dit de vrije doortocht. Even uit het zicht van Vino ontsnapt. Onder de 10. Maar voorlang niet, want daar is de droog. Desiron. De droog. Desiron. Mis. Ja, dan in tweede instantie. Ploeg die in 2019 nog landskampioen werd. Ja, inkondig flotertje van Delalieu. Tegen Kangaroes Mechelen. Grootmacht in België hoor. Ja, het zijn natuurlijk allemaal grootmachten. Elite Gold. Ja, mooi. Eenvoudig gespeeld. Alex Tien op de Lallier. Kangaroes Mechelen is spannend. 43-48. Kangaroes die dus zondag hier op bezoek komen. Miles Keel, schitterende bal.